Welkom bij het programma De Vrouw Achter de Minister. Mijn naam is Rut Zinkler en in deze aflevering ben ik in gesprek met minister van Defensie Krishna Mathura. Goedendag minister, welkom. Goedendag. Fijn dat u tijd heeft kunnen vrijmaken. Dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. Want ik ben heel nieuwsgierig naar wie Krishna Mathura nou eigenlijk is. Dus laten we snel beginnen met het privégedeelte van minister Krishna Mathura. Minister, uit wat voor soort gezin komt u? Ik kom uit een simpel gezin, groot gezin, ouders en 8 kinderen. En ik ben het 5e kind, 1 is inmiddels overleden, eigenlijk 9 kinderen, dus 1 is overleden. Ja. En we zijn opgegroeid eigenlijk in Wanica, waar nu Sunny Point is, daar aan de overkant is er een straat. En daar ben ik dus geboren, thuis en opgegroeid daar. Waarvan we leefden was net als toen van de tuinbouw. Mm-hmm. Planten, kweken en dat verkochten we en daarvan leefden we eigenlijk. Ja, dus u bent echt een beetje in het midden van de kinderen. Ja, een beetje in het midden. Ja. Ja, en hoeveel meisjes, hoeveel jongens zijn er? 5 meisjes, 3 jongens. Ja. Ja. En hoe was het voor u om een beetje middelste meisje te zijn? Ja, je had ouderen naar wie je opkeek, mm-hmm. maar ook jongeren met wie je lekker kon spelen mm-hmm. en alles doen. Dus ja, het was fun. Ja, hard werken ook, ja. Maar fun. Moest meehelpen thuis? Met, Ja, we hebben allemaal hoor, moeten meehelpen. Dat was eigenlijk ook in de meeste gezinnen zo vroeger hoor. Dat je mee moest helpen, niet alleen in de huishouding, maar ook gewoon. We hebben geplant, ik heb rijst geplant, rijst geoogst. We hebben heel veel groenten geplant, taierblad, peper, bananen, allerlei dingen geplant, geoogst. Dus het was 3 keer per week eigenlijk helpen, ja. Achterop oogsten om naar de markt te sturen. En voor de rest was het school gaan en veel vrije tijd hadden we niet. Het was veel werken. Ja. Ja. Zou u zeggen dat u een strenge opvoeding heeft gehad? Streng niet, maar het was wel bezig zijn. Mm-hmm. Streng in de zin van veel ruimte had je niet. Het was niet zo, je had geen stadsleven waar je lekker uit kon. Dat soort dingen waren er niet. Maar ja, je had wel, je kon met de buurtmeisjes spelen, buurtkinderen spelen. Mm-hmm. Dat was het. Ja. U heeft nu zelf ook een gezin. Ja. Bent u een strenge Surinaamse moeder? Vindt u? Ja, ik denk toen de kinderen nog iets kleiner waren. Een beetje streng, maar nu minder, denk ik. Ja. Hoe oud zijn uw kinderen nu? Mijn kinderen zijn al, mijn zoon is al 35. Oh. Mijn dochter is al 32. Ja. En ja, jongste is 27. Ik heb nu al 2 kleinkinderen, dus Dus dat gaat helemaal mooi. En voor de kleinkinderen zijn oma's nooit streng, hè? Nee, heb ik begrepen. Nee. Ja. Ik moet ze verwennen. Ja. En ik zei aan mijn zoon van, ik moet ze stoute dingen leren. En dan breng ik ze terug naar jullie. Neemt u dan een beetje wraak voor vroeger? Was nee, uw zoon een niet, lastig niet een beetje vraag. Maar ik denk dat kinderen ook hun grenzen moeten verleggen een beetje. Ja. Want dat ontwikkelt durf. Ik denk dat een aantal eigenschappen heel belangrijk zijn in het leven. Mm-hmm. En durf is er één van. Ja, dus dat ze inderdaad dingen gaan durven. Durven want, doen. Was u als meisje een durfhal? Durfde u vroeger dingen te doen? Wat voor soort meisje was u? Ja, iemand die durfde, die grenzen verlegde en durfde. Ja. Ook stil hoor. Ik viel niet echt op, mm-hmm. maar ik had wel dromen om. Ja, iets te worden en dingen te doen en anders dan normaal. Ja. Ja. Want we zijn ook opgevoed, een beetje bomen klimmen, allerlei dingen. Dus niet per se rol van meisjes een bepaalde rol en jongens een aparte rol, nee. Ja. Bij ons thuis zijn we allemaal opgevoed op dezelfde manier, hard werken. Iedereen kan koken, jongens kunnen ook koken. Bij ons was het wie eerst thuis komt, die begint te koken, de dingen te doen, ook buiten werken. Dus iedereen is eigenlijk op dezelfde manier. Was eerlijk verdeeld, zeg maar. Ja, was eerlijk verdeeld en iedereen is op dezelfde manier opgevoed. Dus, ja. U zei u droomde als meisje. Wat droomde u van? Wat wilde u worden?
Ik wil de rechter worden. Ah. Ik wil de rechter worden. Ja, en ik ben beland bij de politie. Ja, dus, hoe kwam dat? Toen u na de middelbare school, hoe kwam u in bij de politie terecht? De omstandigheden thuis waren dus een beetje moeilijk. In de zin van, er was niet voldoende geld om verdere studie te betalen. Dus ja, dan moet je gaan werken en ondersteunen. Want ja, een gezin met 8 kinderen en 2 pleegkinderen is moeilijk. Want we hadden ook 2 pleegmeisjes. Mm-hmm. Dus het is een beetje zwaar. En toen moesten we werken. Het deden dus de 3, 4 voor mij, mm-hmm. deden het ook al, de 3. Dus en pleegdochter was er ook ouder dan mij, dus die deed het ook al. Dus ik moest helpen, ik moest gaan werken naar de middelbare school. Maar ik had geen voldoening erin. Want ik werkte bij de belastingkantoor, ik heb een jaartje daar gewerkt. Maar ik wilde verder studeren. Mm-hmm. Ik wilde niet mijn hele leven lang administratie blijven doen. En ik keek een beetje naar de carrièregang bij de belastingen. En ik zag dat het zeker 20 jaar zou duren voordat ik in de top zou belanden. Ja. Dus toen dacht ik, nee, dit is niks voor mij. Ik moet verder gaan studeren. Dus ik zocht naar een mogelijkheid om te blijven studeren en verdienen. En toen kwam er een advertentie om opgeleid te worden tot officier van politie, dus inspecteur van politie. En een vriendin van me die met mij ook werkte bij de belastingen, die zei ik ga solliciteren. Dus toen zei ik, oh, dan ga ik ook solliciteren. En zo hebben we samen gesolliciteerd, niet vermoedende dat ik zou worden aangenomen. En ik werd toen geselecteerd. Ja. Niemand wist het thuis, want ik had niemand verteld dat ik voor de politie had gesolliciteerd. Dus pas toen ik helemaal geselecteerd was, alle trajecten van het selectieproces doorlopen had, toen heb ik verteld. En ja, toen ben ik bij de politie gaan werken. Ja. Dat was het. Ik kan me voorstellen, want welke jaartallen moet ik dan aan denken? Welke? 81. 81. Ja. Ja, dus dat was sowieso ook nog een beetje een spannende tijd in Suriname. Ja, en dan als jong meisje bij de politie. Dat was een mooi inkijkje, minister, in uw privéleven en in uw jeugd. Hoe u als meisje bent opgegroeid op Boiti eigenlijk. Hè? Ja, met maanlicht en kikkers en vogels en alle dieren. En frisse lucht. Ja. Ja. Dank u daarvoor. Van het privéleven van de minister gaan we naar de stellingen. Wat is de reactie van minister Matura op de 3 stellingen die ze voorgelegd krijgt? De eerste stelling, minister, is: meer vrouwen op de werkvloer zorgen voor meer succes en balans binnen bedrijven en organisaties. Ja, ik ben het helemaal eens. Ja? Ja, vrouwen bestaan voor de helft. Of laat me het anders zeggen, de helft van de samenleving bestaat uit vrouwen. Mm-hmm. Dus meer vrouwen en dan krijg je gebalanceerde besluiten. Ja. Waarbij dus alle aspecten afgewogen zijn. Want hoe is het binnen Defensie met de man-vrouw verhouding op dit moment? We hebben maar 6% vrouwen. Oeh. En we hebben een beleid om vrouwen te stimuleren. Mm-hmm. En natuurlijk, ik ga blijven vrouwen empoweren en vrouwen stimuleren om in posities terecht te komen. Maar het hangt ook af van de vrouwen. Dat ze bereid zijn een carrière bij het leger te beginnen. Mm-hmm. En dat ze ook bereid zijn te investeren in zichzelf en hard te werken. Om daadwerkelijk ook competenties te hebben om die functies te kunnen vervullen. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Het moet wel competentiegericht zijn. Het is en-en. Ja, we gaan straks daarover wat meer praten hoor, in het carrièregedeelte. Maar in ieder geval 6% vrouwen op dit moment bij Defensie. Ja. En ik denk dat we het erover eens zijn dat dat wel omhoog mag. Ja. Ja. De tweede stelling die ik aan u wil voorleggen is: het hebben van een privéleven is overrated. Waar is het eigenlijk voor een privéleven? Is het niet nodig, of wel? Is wel nodig. Ja. Voor mij is heel belangrijk in het leven je gezin. En je gezin is eigenlijk de basis waar je energie uitput. Mm-hmm. Want in het leven ontmoet je zoveel dingen. Ups, downs, mooie dingen, minder mooie dingen. Maar gezin, je thuisfront is toch de basis waar het mensen zijn die je kennen, die het menen echt, ook overal natuurlijk, maar daar zijn de mensen waar je jezelf kan zijn. Ja. Ik ga een voorbeeld nemen. We worden boos op onze, in onze functies. En we hebben een baas.
Maar we houden ons in om onze emoties te tonen. Mm-hmm. Omdat we bang zijn dat we consequenties moeten facen. Mm-hmm. Je kan ontslagen worden. Ja. Maar thuis zijn we onszelf. En dan kunnen we vrijelijk onze emoties laten gaan. Ja. Want je bent thuis jezelf, echt jezelf. Ja. En je omgeving, ook al is het soms een beetje grensoverschrijdend, mm-hmm. accepteert het ook. Mm-hmm. Wat die makkelijker, weten. Ja. Ja, is makkelijker, ja. Want ach, ze kennen je, ze weten dat je emotioneel bent. Dus ik denk dat, ik geloof dat gezin voor elkeen heel belangrijk is. En voor mij is het eigenlijk de basis om jezelf te zijn, maar ook energie te putten, kracht te putten om weer met beide benen op de grond te zijn. Ja. Dus weer in je, ja, de kracht weer terug te vinden. Ja, dat is wat het privéleven en de privécirkel u echt geeft. Geeft, ja. Ja. Als vrouwelijke minister stimuleer ik met name vrouwen om de politiek in te gaan. Ja, ik stimuleer vrouwen om in de politiek te gaan. Kijk, we klagen vaak over de politiek. Mm-hmm. En politiek is voor mij heel belangrijk, omdat het macht heeft om bestuur te vormen. En eigenlijk alle beslissingen die direct te maken hebben met de burger, met die samenleving, de meest belangrijke beslissingen, die worden door bestuur genomen, door politici genomen. En de kwaliteit van politieke partijen bepaalt eigenlijk de kwaliteit van het bestuur. Mm-hmm. De kwaliteit van politici bepaalt de kwaliteit van het bestuur. En willen we kwalitatief goed bestuur hebben in een land, dan moeten we beginnen bij de politieke partijen. Mm-hmm. Dan moeten we beginnen met leiderschap in de politieke partijen te versterken. En dan moeten we beginnen mensen te stimuleren de politiek in te gaan. De eisen die we stellen aan politici, die begint in de politieke partij. Die begint door je af te vragen, wat is mijn bijdrage aan het bestuur en aan de politiek? Mm-hmm. En ik weet dat heel veel mensen een beetje anders kijken naar politiek en zeggen van, ja, maar dat is iets waar ik er niet bij wil horen. Maar politiek heb ik geleerd, wil je verandering in een samenleving, dan begint het bij politiek. Ja. Dan begint het bij politieke partijen. Dan begint het bij de kwaliteit van het bestuur. En begint bij hoeveel vrouwen, hoeveel mannen zijn in een politieke partij. Wat is de kwaliteit van besluiten in politieke partijen? Ja. Welke mensen komen op de kandidatenlijsten? Hoe laat ik mijn stem horen? Hoe zorg ik ervoor dat scholen voor mijn kinderen gebouwd worden? Dat onderwijs toegankelijk blijft, dat gezondheidszorg toegankelijk blijft, dat kwalitatief gezondheidszorg wordt geleverd. Ja. Dus daar begint het bij, meer vrouwen in de politiek. Dus mag ik concluderen dat u stelt van als wij vrouwen in ons land willen dat er dingen voor ons veranderen, dan is het verstandig om toch te gaan kijken van hey, bij welke politieke partij kan ik me aansluiten, zodat ik invloed kan uitoefenen. Ja. Shelters voor vrouwen waar bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld in kunnen. Mm-hmm. Ik bedoel, waarom is het dat na zoveel jaren politiek er niet gebouwd wordt? Nee. Ik ken er maar één eigenlijk in Suriname. Ja, precies. Ja. Dus dat moet er meer komen. We moeten meer vrouwen onafhankelijk maken. En dat zijn bestuurlijke besluiten. Mm-hmm. En dat betekent, hoe meer vrouwen in de politiek gaan, hoe meer dit soort onderwerpen op de agenda komen, op de bestuurlijke agenda komen. Juist. Op de politieke agenda komen. Juist. Ja, ik snap helemaal waarom u het heel belangrijk vindt dat vrouwen, dat er meer vrouwen de politiek ingaan. Ik zie inderdaad de impact die we dan met z'n allen kunnen maken. Ja. Ja. Dank voor uw mooie antwoorden op deze stellingen. Ja. Van de stellingen gaan we naar het volgende segment. Bent u op zoek naar kwalitatieve goede onderdelen voor uw graafmachine en een uitstekende after-sales service? Dan bent u op het juiste adres bij K-Trek Heavy Equipment & Rental NV. Een complete en ruim gesorteerde zwaar materieel onderdelenzaak in Paramaribo. U bent bij ons terecht voor onderdelen van allerhande zwaar materieelmerken zoals Hitachi, Samsung, Hyundai, Case, Dosan, Kobelco en Caterpillar.
De beste onderdelen voor motoren zoals Iveco, Isuzu 4 en 6 cilinders, Mitsubishi, Cummins 5.9 en 8.3 haalt u bij ons. K-Track Heavy Equipment and Rental NV, quality parts at affordable prices. Wilhelmina Straat 43. Met de minister wil ik het graag hebben nu over haar carrière en haar ministerschap. U bent nu bijna anderhalf jaar minister. U bent minister van Defensie. Een vrouw op Defensie. Hoe is dat? Ik zie het als heel normaal. Mm-hmm. Voor mij is dit werken in een nieuwe functie. En ik heb niet anders gedaan dan mijn hele leven lang werken. Dus dit is een nieuwe uitdaging. En ja, leiden, ministerie van Defensie leiden. Mm-hmm. Dus voor mij is het gewoon heel normaal. Ja. Ik heb ook, het is voornamelijk werken met heren, met mannen. Mm-hmm. Maar dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan al. Mm-hmm. Dus dat is niet zo'n probleem. Ik heb alleen, moet ik wennen nog aan die protocollen en al die ceremonieën. Ja. Voor een deel ben ik eraan gewend. Mm-hmm. Maar voor een deel zijn er nieuwe protocollen voor ministers. Dus daar moet ik echt aan wennen. Ja, want daar wil ik het nog zo ook met u over hebben hoor. Alleen, kijk, ik reageerde zo een vrouw op Defensie. Want wereldwijd wordt er toch nog een beetje anders tegenaan gekeken. Hè? Bij Defensie hebben mensen zo'n, ja, hoe zeg je dat? Zo'n algemene indruk en algemene invulling. Dat wilde ik zeggen. Van ja, maar daar hoort een man. Hè? Ja, dat zijn hoe gaat u daarmee om? Ja, hoe ging dat? Dat zijn de overtuigingen die heersen in de wereld. Juist. Maar ik denk dat mijn benoeming als minister van Defensie juist het tegendeel bewijst. Mm-hmm. Dat vrouwen hun dromen ook op het gebied van veiligheid, ook hun bijdrage bij Defensie kunnen leveren. Ik kom pas uit Miami waar ik commandooverdracht heb meegemaakt van de SOUTCOM, dat is een van de belangrijke eenheden van Defensie Amerika. Mm-hmm. En waar voor de eerste keer een vrouw de leiding heeft overgenomen. En het is ook een nieuw blad in de historie van Women Empowerment. Van een inspiratie. En ik denk dat ook mijn benoeming tot eerste minister van Defensie ook een inspiratie mag zijn voor heel veel vrouwen en meisjes. Maar ook voor de mannen. Mm-hmm. Dat vrouwen die functie kunnen vervullen. Ja. Het gaat niet om vrouw zijn of man zijn. Het gaat om de competenties die je nodig hebt om die functie te kunnen vervullen. En daar wil ik het accent op leggen. En het is voor iedereen. Wordt nog gekeken van, ja, dat moet een man zijn. Nee, het heeft niets te maken ermee. Het heeft te maken met competenties. En daar wil ik het accent op leggen. Ja. Ja. Nou ben en ik denk dat inderdaad in de hele wereld heel weinig vrouwen zijn. Maar des te belangrijker dat binnen Defensie meer vrouwen actief worden. Omdat besluitvorming bij Defensie heel belangrijk is. Mm-hmm. En het heeft een grote impact op niet alleen de samenleving, maar de regio zelf. Ja. Als besloten wordt bijvoorbeeld of we in conflict gaan of een oorlog gaan voeren of wat dan ook. Dan heeft het impact niet alleen op die lokale samenleving, maar ook op de regio. Het heeft verstrekkende gevolgen. En
Mijn ervaring uit de Binnenlandse Oorlog is dat vrouwen en kinderen het meest slachtoffer zijn geworden. Dus het is juist belangrijker dat we veel meer vrouwen betrekken. Ja, want vrouwen kijken toch anders naar dingen. Ja. He, dat is gewoon ja. zo. He, we zijn gelijkwaardig, maar we zijn wel degelijk anders. Ja, maar als we kijken naar uw carrière, minister Matura. U vertelde eerder al dat u heeft gesolliciteerd toen naar de opleiding van officier bij de politie. Heb ik dat goed onthouden? Ja toch? Ja. En u werd toen aangenomen. Hoe ging dat? Kunt u in vogelvlug een beetje vertellen over uw pad naar het ministerschap? Ja, heel. Als ik heel snel mag zijn, in die tijd was een militair tijdwerk. Dus mijn intrede was direct een militaire training van 2 maanden op Sanderij. Dat had ik niet verwacht. Maar we zijn gewoon verklaard geoefend soldaat, 2 maanden militaire training. Nou, daarna 4 jaren politieacademie. Dat heb ik met succes afgelegd. Nou, dat begon het loopbaanbeleid bij de politie. En ik heb eigenlijk op bijna alle afdelingen gewerkt. Ja. Van het stafbureau van de korpschef tot HRM heb ik moeten transformeren. Ik heb projectuitvoering gedaan. Daarna heb ik zware criminaliteit gedaan. Dus echt georganiseerde criminaliteit. Berovingen, overvallen, moorden. En daarna was ik verantwoordelijk voor de hele politie Paramaribo. En uiteindelijk ben ik geëindigd als directeur beleids- en beheersondersteuning. Ik heb dus eigenlijk bij de politie van alles kunnen doen. Ja. Van begroting, van technische dienst, van logistiek tot zware criminaliteit, tot surveillance. Heel breed, als ik het zo hoor. Heel breed heb ik gedaan. En 38 jaar politie. En dat heeft me gevormd eigenlijk. En ik ben daar heel dankbaar voor. Heel dankbaar. Voor al mijn mentoren en alle mensen die hebben bijgedragen aan mijn vorming en waar ik nu ben. En uiteindelijk heb ik toen gekozen van, laat me, want je kan heel veel dingen willen, maar wil je echte verandering in het land, dan moet je in de politiek zijn. En toen dacht ik in 2010, dacht ik, nee, 2015, heb ik toen besloten om de politiek te joinen. Ik werd gevraagd en ik heb toen ja gezegd, dus dan ben ik uit de politie getreden en ik heb dus de politiek gejoind en ben gekozen tot parlementariër. Dus ik was 5 jaar lid van de Nationale Assemblée. Daar heb ik mijn werk gedaan, weer meegedaan aan de campagne van 2020 en me kandidaat gesteld in Paramaribo. En daar heb ik dus ook ben ik weer gekozen en daarna benoemd tot minister. Ja. Toen u werd gevraagd om minister te zijn, u heeft trouwens met hele overtuigende cijfers behaald tijdens de verkiezingen. Waarvoor mijn complimenten, u heeft goed campagne gevoerd. Maar toen u werd gevraagd om minister te worden, zei u direct ja of dacht u van nou, hier ga ik even over nadenken? Ja, was even nadenken en was lang nadenken. Want minister van Defensie kwam helemaal niet in mijn hoofd. Nee. Was echt niet in mijn maar hoofd. Maar past wel als u naar uw carrière kijkt. Ja. En ik heb toen nagedacht. En ik wilde liever in het parlement blijven of op een andere plek. Maar goed, uiteindelijk wordt gevraagd. En ik heb toen ja gezegd. En ik was een beetje bekend ook met de Defensieorganisatie. Omdat mijn overleden man ook militair was en in de top van het leger heeft gezeten. Hij was eerst chef staf en later commandant luchtmacht. Dus ik was niet echt onbekend met het leger. Ja, okay, dus er waren 2 geuniformeerde mensen thuis. Dus. Hoe was dat voor de kinderen? Ze zijn niet anders dan altijd ons in uniform te hebben gezien. Ja. Dus heel normaal. Ja. En u bent nu bijna 1,5 jaar minister van Defensie van Suriname. Wat zou u zeggen is een van uw biggest achievements, een van de grootste dingen die u al heeft bereikt tot op heden? Is dat het leger nu meer ondersteuning geeft aan die samenleving. Zichtbaar meer ondersteuning geeft aan die samenleving. Ik vond dat het leger 10 jaren lang die samenleving niet echt wist waarmee het leger bezig was. En ze werden meer gezien als, ja, wat doen ze allemaal, is een kostenpost voor die samenleving. Maar het leger is heel erg waardevol.
pas in tijden van crisis en calamiteiten zie je de waarde van het leger. En je ziet dat het leger in de afgelopen periode op verschillende fronten is ingezet om ondersteuning te geven. Het zij COVID-ondersteuning, het zij scholen ondersteunen, het zij met allerlei projecten. Dus het leger is heel erg goed bezig. En ik denk dat dat een goede verdienste is. Ja, dus u heeft meer eenheid en meer zichtbaarheid voor het leger. Meer zichtbaarheid, meer aan het imago van het leger werken, meer het leger professioneel maken. We hebben een beleidsplan ook geschreven voor de komende 5 jaren. En dat is in samenwerking geweest. Dus niet alleen binnen het leger, maar ook het bedrijfsleven hebben we betrokken. En dat is ook een mijlpaal. Een nieuwe legerleiding is ook een nieuwe mijlpaal, denk ik. De internationale samenwerking is heel erg versterkt in de afgelopen periode. We hebben generaals gehad van Amerika, Brazilië, Frans-Guyana. De minister van Defensie van Nederland is op bezoek geweest. Klopt. We krijgen over 2 weken weer een admiraal op bezoek. Ja, dus de internationale samenwerking is heel erg gaan versterken. En we hebben heel veel donaties ook gehad op allerlei fronten. Dus vooral COVID, maar ook andere aspecten. Dus ja, dat zijn mooie resultaten. Mooie resultaten tot op heden. Wanneer zometeen uw ambtstermijn is afgelopen, wat gaat Krishna Mathura dan doen? Dat weet ik nog niet. Nee, daar heeft u nog niet op nagedacht? Nee, ik had 10 jaren uitgetrokken voor de politiek. In 2025 zijn die 10 jaren voorbij, dus ik heb eigenlijk nog niet nagedacht. Nee? Ja. Oké, nou dan gaan we u dan weer opzoeken en kijken wat u wilt doen. Of misschien wilt u deze carrière nog verder voortzetten. Maar we gaan u weer opzoeken in tegen 2025. Ja, dus ik weet eigenlijk nog niet wat ik ga doen. Ik heb heel veel andere dingen die niet te maken hebben met de politiek. Waar ik aandacht aan wil besteden. Leiderschap investeren, jongeren coachen. Er zijn zoveel andere dingen waarvan ik vind het is heel erg belangrijk. Maar ik heb nog geen concreet beeld en idee. Nee, dat komt misschien nog. Ja. Ja, dank voor dit stuk over carrière en uw ministerschap. Om ons ook daar weer wat meer inzicht te geven in wat eigenlijk uw leven als minister van Defensie inhoudt op dit moment. Ja. Ja? Van carrière gaan we naar wat luchtigheid. Het woord associatiespel. Minister Mathura, we gaan een spelletje spelen. Houdt u van spelletjes? Natuurlijk, nog steeds. Gezelligheid, ja. Oké. Het woord associatiespel houdt in dat ik 8 woorden aan u voorleg waar u spontaan op gaat antwoorden. Ja. Zonder al te veel na te denken. Gewoon een eerste reactie vanuit uw gevoel. Ja? Het eerste woord is Suriname. Liefde. Liefde. Mooi. Ja. Liefde voor ons mooie land. Liefde voor ons mooie land. Jaja Uma. Powerful. Overvolle agenda. Nee, balans. Balans. Moederschap. Uniek. En kracht. Partnerschap. Ondersteuning. Eten. Lekker. Wat is uw favoriete? Waar kunnen we minister Mathura voor uit het bed halen? Indiaas eten. Ja, en wat daarin? Wat vindt u het allerlekkerst? Alles van India's eten. Ja? Ja, ja. Maar vegetarisch dus. U bent vegetariër? Nee, ik ben niet vegetarisch, maar ik hou van het vegetarisch India's eten. Oké. Maar ook een Surinaamse pom hoor. Dus. Als het maar lekker is. Als het maar lekker is. Daarom. Nou, u woont in het perfecte land, want we hebben hier alles en het is bijna altijd lekker. Ja. Binnenland van Suriname. Mooi. Ja. Heel mooi. Ja. Ja. Heeft u een favoriet plekje waar... Nee, zegt u dat maar niet trouwens. Want dan gaat iedereen nu daar zoeken. Als u zegt wat uw favoriete plek in het binnenland is. Iedereen kan me... Ik ben altijd te vinden in de natuur. Mm-hmm. Dus maakt niet uit. En binnenland is echt natuur. En puur en schoon. En, en prachtig. En prachtig. Echt heel mooi. Ja. En het laatste woord in het woord associatiespel is toekomst. Onzeker. Onzeker? Ja.
Ja? Omdat u nog niet weet wat u wilt doen na uw ambtstermijn? Nee. Toekomst is altijd onzeker. Ja. Ik probeer in het nu te leven en te genieten van elk moment. En niet al te veel na te denken over wat er morgen gaat gebeuren. Natuurlijk moeten we plannen maken, maar voor mijzelf is nu veel belangrijker. Klopt, genieten van het nu. Genieten van het nu. Ja. En niet al te veel zorgen maken over wat er is morgen, wat gaat er gebeuren. We zien wel wat er gebeurt. Ja, oké. Mooie afsluiter van het woordassociatiespel. Dank u voor het meespelen, minister. Graag gedaan. En met deze mooie woorden van de minister gaan we naar het laatste onderdeel van deze aflevering. En dat gaat over leiderschap en legacy. Minister Matura, u bent een leider, een rolmodel, een voorbeeld voor velen. Hoe gaat u om met deze verantwoordelijkheid? Dat is echt een hele grote verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid moeten we als rolmodellen, als publieke figuren niet onderschatten. Mensen kijken naar ons. Mm-hmm. En ik denk de beste manier om ermee om te gaan, en dat is wat ik doe, is proberen je werk zo goed mogelijk te doen. Die verantwoordelijkheid die je hebt genomen op je schouders, 100% responsibility te nemen. Dus die verantwoordelijkheid werkelijk te nemen. Ja. En geen grappen te maken, omdat je besluiten neemt voor mensen. En niet zorgvuldig afgewogen beslissingen kunnen enorme impact hebben. Klopt, op het leven van mensen. Ja. En ik denk dat we als leiders dus daar geen grappen mee mogen maken. Mm-hmm. Ja. En ik zeg het altijd, als je niet zeker weet van jezelf, als je vindt dat je niet competent bent, moet je het niet doen. Nee. Je moet niet gaan experimenteren met belangen van het volk. Ja. Je moet heel goed bewust zijn dat je als leider de verantwoordelijkheid hebt van mensen en je daar mensen daar moet brengen die uit zichzelf niet daar kunnen gaan. Mm-hmm. Dus zij kijken naar jou op en zij kijken naar wat jij doet en dan gaan ze zelf ook keuzes maken in het leven. Ja. Dus je moet het niet onderschatten. Want zien van de dingen doet volgen. Hè? Doet volgen. Ja, dus als leider moet je er inderdaad altijd van bewust zijn dat er meerdere ogen op je gericht zijn. Precies. Dus heel goed nadenken bij heel wat je doet. Nadenken. En wat je zegt ook vooral. Ja. Maar ook ik geloof van zonder integriteit is er geen vertrouwen. Mm-hmm. Helemaal. En zonder vertrouwen is er ook geen leiderschap. Nee, klopt. Ja. Als je je leider niet vertrouwt, dan En als je niet integer bent, dan is er ook geen vertrouwen. Klopt, helemaal. En zonder vertrouwen is er geen leiderschap. Mm-hmm. Zijn er mensen naar wie u kijkt en zegt van, hé, maar die inspireren mij. Dat zijn mijn rolmodellen. Of misschien één iemand. Nou, mijn ouders zijn altijd mijn rolmodellen geweest, om verschillende redenen. Als ik keek naar wat mijn vader bijvoorbeeld heeft gedaan in zijn leven, hoeveel werk hij verzet heeft en hoe hard hij heeft gewerkt en wat hij allemaal heeft gedaan om zijn kinderen naar school te sturen en ons bewust te maken hoe belangrijk onderwijs is geweest. Ik kan niet naast hem staan. Hij is voor mij altijd een rolmodel en zal altijd ook een rolmodel blijven. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook naar mijn moeder die niet naar school is geweest, maar niet stil is blijven zitten. Gewoon heel creatief is geweest. Ze maakte bruidsmeisjes op, ze drapeerde saris. Ze kon dus de maro waarin mensen gingen trouwen helemaal versieren. Dat had ze uit zichzelf geleerd. Ze was, modistenopleidingen. En ze gaf anderen ook les. Dus ze was een heel creatieve vrouw, maar ook een leider. Mm-hmm. En voor mij was het ook van, het is niet wat je hebt. Het is wat je maakt van je leven. Ja, klopt. En als ik kijk naar bijvoorbeeld ook de binnenlandse bevolking. Dat ze bijvoorbeeld slavernij niet geaccepteerd hebben. En gekozen hebben voor alle dreigingen in het binnenland eigenlijk. Ja, en ontberingen. En ook ontberingen. Ja. Maar dat ze gekozen hebben voor vrijheid. Dat zijn mensen die mij inspireren, waar ik kracht en inspiratie put.
immigranten bijvoorbeeld, slaven, die zijn gekomen van Afrika, van India, van Indonesië, die maandenlang op een boot hebben gezeten onder zeer erbarmelijke omstandigheden, maar het toch niet opgegeven hebben. Mm-hmm. Nou, dat is durf, dat is moed, dat is kracht. Ja. En daar put ik inspiratie uit. En als ik zelf in mijn leven sta voor een dilemma of een uitdaging, dan denk ik aan die mensen. Mm-hmm. En dan denk ik, weet je, mijn probleem is niks vergeleken bij wat die mensen hebben doorgemaakt. Ja, ja. Klopt, dus, helemaal. Rolmodellen voor mij. U inspireert mij op dit moment met deze woorden. Dank u wel. Nou hadden we het net over vrouwen, over mannen. U bent minister van Defensie als vrouw zijnde. Defensie staat bekend als mannenbolwerk wereldwijd. Hè? Nog steeds 6% vrouwen op dit moment binnen uw departement, binnen het leger, binnen Defensie. Wat gaat u doen? Wat gaat u concreet doen? Wat kunt u concreet doen om dat te veranderen, om dat te verbeteren, om dat percentage omhoog te brengen? Nou, wat we concreet doen is opportunities geven, mogelijkheden bieden voor vrouwen om zich te scholen, mm-hmm. kansen creëren. Daarom heb ik dus ook een van de topposities binnen het leger, dat is inspecteur-generaal bij het leger, een vrouw benoemd. Mm-hmm. Dat is ook een inspiratie voor andere vrouwen. Maar zo ben ik bezig te kijken van waar zijn de mogelijkheden om vrouwen in topposities te benoemen. Ik wil niet ze voortrekken, maar gelijke kansen geven. Maar als ze competent zijn, dan ga ik vanuit, toch? Ja, als ze competent zijn, gelijke kansen creëren. Want met name is het voor ons belangrijk dat we ze gelijke kansen geven. Mm-hmm. Dat we mogelijkheden creëren dat ze competent worden. Dat we een veilig klimaat creëren voor ze om te werken. Mm-hmm. Dat we ook opvangmogelijkheden creëren voor hun kinderen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Defensie is een 24 uur business, ja, 365 klopt. Dagen per jaar. Ja. En je wil die rol van vrouwen, die reproductieve rol, die moederschapsrol, ook niet negeren. Mm-hmm. Dus je moet mogelijkheden creëren, ook voor vrouwen, dat ze inderdaad die keuze maken voor die job. Ja. Maar ook meer transparantie voor leger. Van wat is een leger? Want er is nog heel veel informatie die niet bekend is bij mensen. Van wat is een legerorganisatie en wat wordt van mij verwacht? En is er überhaupt een carrière voor een vrouw binnen het leger? Mm-hmm. Dus daar duidelijkheid over creëren gaat vrouwen ook motiveren om een baan te kiezen bij het leger. Mm-hmm. Dus dat zijn de concrete dingen die wij aan het doen zijn. Ja. En wordt er ook aandacht besteed, minister, aan communiceren met iedereen in het leger, hoe de mensen met elkaar om moeten gaan. Hè? Want er zijn nog steeds helaas mannen, denk ik, die, die niet misschien accepteren dat ze een vrouwelijke leidinggevende hebben binnen het leger. Of komt dat wel eens voor, komen de strubbelingen, hoe wordt daarmee omgegaan? Worden er communicatielessen gegeven of discussieavonden? Ik denk dat communicatie heel erg belangrijk mm-hmm. is, maar ook mekaar met respect bejegenen. Mm-hmm. Ik heb zelf weinig moeite hoor. Mm-hmm. Ook bij de politie had ik weinig moeite en ook bij het leger zie ik gelukkig weinig problemen in het omgaan. Maar het heeft te maken met hoe ga je om met mensen. Ja. En ik denk dat we daar het accent op moeten leggen. Van dat we in de eerste plaats mensen zijn. En dat menselijke waarden heel erg belangrijk zijn. En dat we elkaar met respect moeten bejegenen. Maar ook elkaar moeten ondersteunen. Dat we er samen zijn om doelen te realiseren. Niet alleen voor Defensie, maar voor Suriname. Ja. En daar probeer ik het accent op te leggen. Dus inderdaad is communicatie heel belangrijk. Want pas als mensen weten waar we naartoe gaan, wat is het doel, dan zijn we bereid offers te brengen. Ik ga een simpel voorbeeld geven. Als ik iemand vraag om 8 uur in een vliegtuig te zitten, of 8 uur ergens te zitten, gaat hij niet willen. Mm. Maar als we van hier naar Nederland moeten gaan in 8 uur, dan doen we dat. Mm-hmm. Omdat we een doel voor ogen hebben. Ja. We willen in Nederland zijn. Mm-hmm. Dan zijn we bereid die offers te brengen. Dan zijn we bereid ook pijn te lijden. Dan zijn we bereid om dingen te accepteren. En dat is precies wat wij moeten doen in het leven. Is mensen laten zien waarom een bepaald gedrag, een bepaalde actie, een bepaalde handeling, een bepaald resultaat noodzakelijk is. Ja.
is om een doel te bereiken. Klopt. En dat is wat we willen en dat is wat we ook doen in het leger. Als mensen inderdaad heel duidelijk weten van hé, maar daar doen we het voor, dan komen ze in beweging. Ja. Van oudsher staan legers eigenlijk ook wel bekend om kameraadschap en zo. Ja. Hè? Dus dat denk ik wordt ook gestimuleerd als er aandacht is voor wat ze noemen soft skills. Ik vind het geen soft skills trouwens hoor. Communicatie, et cetera. Als daar inderdaad genoeg aandacht voor is, dan krijg je die kameraadschap in het leger. En dan maakt het niet meer zoveel uit, denk ik, of je man of vrouw bent. Ja, die kameraadschap is basis. Ja. Een van de basis skills die noodzakelijk is in het leger. Want ik ga u zeggen, toen ik mijn elementaire opleiding deed bij de militairen, dus voordat ik in dienst kwam bij de politie, gingen we marsen. En er was een peloton van 26 en 22 mannen, 4 vrouwen waren we. En er werd niet echt rekening gehouden, we zijn vrouwen. We moeten diezelfde normen halen, dezelfde eisen werden gesteld. En als je achterbleef, dan moet je maar de koppels vasthouden van de zeg maar dus instructeurs en je wordt meegetrokken. En dat is ook kameraadschap, want niemand mag achtergelaten worden. Iedereen moet het eindstreep halen. Ja. En het is ook belangrijk in een conflict als we ergens zijn en dan mag geen enkel militair achtergelaten worden. Geen enkel kameraad mag achtergelaten worden. En eigenlijk zou dat ook moeten zijn in heel Suriname. Geen enkel Surinamer mag achtergelaten worden. In die ontwikkeling moet iedereen meegetrokken worden. Iedereen moet vooruit gaan. Juist, want we zijn met z'n allen Surinamers. Precies. En we moeten het met z'n allen doen. Klopt. Nou, we zijn bijna aan het eind gekomen, minister, van deze aflevering, van dit programma met u vandaag. Mijn allerlaatste vraag aan u is op dit moment van wat wilt u achterlaten voor de volgende generatie? Ik hoop dat mijn functie als minister van Defensie een inspiratie mag zijn voor anderen. Ik hoop het. En wat ik wil meegeven, wat ik graag zou willen hebben, is dat we als Surinamers, maar gewoon als mensen, nadenken over onze rollen die we hebben. Mm-hmm. En het maakt niet uit welke rol je hebt. Het kan zijn moeder, het kan zijn kind, het kan zijn broer, het kan zijn zus, het kan zijn partner, het kan zijn vader, het kan zijn moeder. En dat je nadenkt over die rollen, van hoe wil je die rol vervullen? Wat voor broer wil je zijn? Wat voor zus wil je zijn? Wat voor moeder wil je zijn? Wat voor vader wil je zijn? Wat voor politicus wil je zijn? Wat voor chauffeur wil je zijn? Mm-hmm. Wat voor militair wil je zijn? Mm-hmm. En het een beetje nadenken en dat beginnen in te vullen van hoe je wil zijn en wat heb je nodig om dat te zijn. Mm-hmm. En als we dat beginnen te doen, een beetje bewust worden over onze rollen en bewust nadenken wat de doelen zijn die we willen halen. Ik denk dat we met z'n allen dan een heel mooi land hebben, een heel mooi gezin hebben, hele mooie relaties zullen hebben en dat we trots kunnen zijn met z'n allen op elkaar. Ja. Prachtige boodschap, minister Matura, minister van Defensie. Dank dat u er vandaag was. Graag gedaan. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering met minister Matura. En voordat we helemaal afsluiten, minister, laat ik u niet met lege handen weggaan. Ik heb wat presentjes voor u als dank dat u tijd heeft gemaakt in uw drukke schema. Nou, graag gedaan hoor. Ik vind informatie heel belangrijk dus. Yes. En wat ik u wil meegeven is van twee jonge ondernemers, kleine ondernemers van Suriname. Lena Switissi krijgt u Surinaamse ponche crema. Oh. Dus een Surinaamse bodem, hier gemaakt. Ja, hier gemaakt. En de nieuwste smaak, die is Ponosiri ponche crema. Ik heb hem vorige week zelf geproefd. Hij is erg, erg lekker. Lekker. Dus geniet u er lekker van. En graag gedaan. Zeefabriek Joab. Ga ik doen. Ja. Heel hartelijk dank. Ja, echt, graag gedaan. Heel hartelijk dank. En ook aan de bedrijf hoor. Ja hoor, veel graag gedaan. Zeefabriek Joab heeft voor u samengesteld een pakketje met natuurlijke zeepen, body scrub, body crème, van alles en nog wat. Heerlijke zeepen, ik gebruik ze zelf ook. Allemaal natuurlijk product van Surinaamse planten en kruiden. Dus heel veel plezier daarmee. Heel hartelijk dank. Was er genoegen om in uw programma te zijn. Dank voor de uitnodiging, maar ook dank aan de bedrijven. Ik blijf het zeggen, Surinamers zijn erg creatief. Ik ga dit als afsluiting meegeven.
30 jaar terug, als je naar de supermarkt ging en je keek naar de schappen, zagen we weinig Surinaamse producten. Vandaag de dag, als je gaat naar de supermarkt, zie je heel veel Surinaamse producten. Ja. Dus we gaan vooruit en we moeten zorgen dat deze producten op de schappen terechtkomen in het buitenland. Gaan we doen. Ja. Ja. Dank u wel. Dus we gaan het promoten. Dank u wel, minister. Ik ben Krishna Mathura, minister van Defensie. Mijn boodschap is: door betrokkenheid ontstaat liefde, door liefde passie en door passie excellence. Ook voor minister Mathura draaien wij een van haar favoriete nummers af tijdens dit programma. En haar favoriete nummer wat ze gekozen heeft voor vandaag is een nummer van Paul Amirali, Giyu. Zijn we echt aan het einde gekomen van deze aflevering. De vrouw achter de minister. Vandaag de gast, minister Krishna Mathura, minister van Defensie.